Ik sta hier op het ijs van de Tom Menkehal. Mijn naam is Martijn Otte. Ik ben duoraadslid van de Partij van de Arbeid in Leiden en ben woordvoerder voor de sport. En de komende weken ga ik samen met Emiel van Aalst, Leidenaar van het jaar, door Leiden trekken om overal beelden te maken, videocolumns te maken van wat er gebeurt van de sport in Leiden. Want als gemeenteraadslid kom ik op allerlei mooie plekken waar gesport wordt, spreek ik met allemaal inspirerende sportmensen, trainers, coaches, spelers en mag ik ook besluiten nemen, beslissingen nemen, keuzes maken die de sport aangaan. En dat willen wij in beeld brengen. En waar anders te beginnen dan in de Tom Menke ijshal. Niet alleen omdat er een enorme Elfstedenkoers heerst en mensen graag willen gaan schaatsen. Afgelopen weekend ook gebeurt veel in de polders geschaatst. Maar ook omdat wij daar als gemeenteraad een hele ingewikkelde beslissing over moeten gaan maken. 4 jaar geleden besloten we als gemeenteraad bijna unaniem dat we 4 miljoen willen uittrekken voor renovatie van de ijshal. Of misschien zelfs wel een nieuwe ijshal. Om al die schaatsers, kunstschaatsers, shorttrekkers, ijshockeyers, om die een nieuwe plek te bieden. En dat willen we nog steeds. Maar het geld is het probleem, locatie is het probleem en de wethouder zei in december misschien toch geen nieuwe ijshal. Op dat moment moet je als raadslid allemaal ingewikkelde belangen gaan laten afwegen. Ja, we willen een ijshal, maar we willen ook een sporthal of een zwembad. Ja, we willen graag dat die er komt, maar hoe groot wordt die dan? Waar komt die precies? Hoe gaan we hem bouwen? Betalen wij hem alleen of gaan regiogemeenten mee betalen? Al dat soort afwegingen moeten wij maken. Dus wat je dan doet als raadslid, is je gaat vragen stellen. Je wil alle feiten boven tafel hebben. Je wil precies weten hoe het zit. En vanuit al die feiten moeten wij in april straks een besluit gaan maken. En we hebben er nu al voor gezorgd dat we niet straks 1 besluit voorgelegd krijgen, maar dat we scenario's gaan krijgen waar wij een keuze uit moeten gaan maken. Dus probeer ons ook te beïnvloeden. Kom met jullie ideeën wat jullie willen dat er met de ijshal gebeurt. En dan kunnen wij daar een beslissing uit maken. Ik ga jullie nu voorstellen aan iemand die zich de afgelopen weken heel hard heeft gemaakt voor die ijssport. En die heel graag wil dat de ijshal er komt. Dat is Jeroen Straathof. Zelf vroeger heel actief, heel succesvol als schaatser geweest. Nu dus actief voor de schaatssport in Leiden. Achter mij zien jullie schaatsende kinderen, schaatsende mensen. Hier ben ik jaren geleden begonnen. Ik was 8 jaar toen ik voor het eerst hier naar de ijsbaan ging. Ik kwam vanuit Zoeterwoude met z'n 5 in de auto. En op die manier ben ik samen met mijn buurjongens, met mijn buurmeisjes begonnen hier met schaatsen. En daarna nog een hele lange carrière. Maar de carrière hier van de schaatsers op de Leidse ijsbaan hangt aan een zijden draadje. En op deze manier probeer ik mijn steentje bij te dragen. Dus aan de ene kant gewoon de kinderen de inspiratie te geven om te leren schaatsen. Maar vooral ook nu aan de achterkant zorgen dat de toekomst van het ijs in Leiden blijft behouden. We zijn met heel veel partijen, met de Stichting IJshal Leiden, met alle verenigingen uit Leiden, met alle verenigingen uit de regio, zijn vooral actief om te zorgen dat de Leidse politiek de ijsbaan overeind houdt. Of in ieder geval de nieuwbouwplannen van de ijsbaan. De hele discussie gaat eigenlijk over, wil de gemeente, wil het college 4 miljoen overeind houden om te investeren in de nieuwbouwplannen. En als het college en de gemeenteraad overtuigd is dat ze schaatsport in Leiden en voor de regio wil behouden, dan gaat het om 4 miljoen. En dan kunnen we heel veel op zoek gaan naar geld om te kijken waar moet er geld bij andere projecten. Maar als we dat op die manier blijven behouden voor het ijs, dan denk ik dat we deze kinderen en alle kinderen, maar ook denk aan de talenten die de regio heeft voortgebracht, die kunnen hier blijven en hier kunnen in Leiden blijven schaatsen. Dit was mijn eerste videocolumn voor Sleutelstad vanuit de schaatshal Leiden. En wil jij nou een keer ook in die sportcolumn komen? Of wil je dat jouw vereniging bezocht wordt door onze sportcolumn? Stuur dan een mailtje naar sport071@sleutelstad.nl en dan komen we graag een keer langs. Want samen hopen we een beter beeld te geven van de hele sport in Leiden.